Welkom bij aflevering 7 van Making Hollywood, waarin twee jonge filmmakers met $5000 in amper 90 dagen willen zien hoe je terecht kan komen in de Amerikaanse filmindustrie. Vandaag zullen de twee heren echt beleven hoe het er in een grote Amerikaanse studio aan toe gaat. Ze gaan namelijk op bezoek bij Digital Domain, het special effects bedrijf van Michael Bay, de regisseur van onder andere Transformers, Bad Boys en Armageddon. Big shit. Kun je ervan te denken? Ik vind het super cool. Het ziet er echt cool uit. Ze hebben echt aan de grootste films meegewerkt. En al die props die ze bewaard hebben zien er echt zwaar cool uit. Dus hier heb je gewoon de Apollo 13 capsule waarin Tom Hanks... In dit ding heeft hij gezeten. Hier heeft Tom Hanks ingezeten. Oh nee. Ik ben Justin van der Lek, 26 jaar oud en ik werk bij visual effects bedrijf Digital Domain van Michael Bay. En ik werk hier zo'n 2,5 jaar nu als een visual effects artist en ik doe environments and integration en compositing. En mijn eerste productie was The Mummy 3. En ik ben hier terechtgekomen door eigenlijk naar Amerika te gaan en gewoon proberen een stageplek te vinden of proberen een plek te vinden om te werken, want ik wilde dit heel graag. En uiteindelijk ben ik bij Digital Domain uitgekozen om hier in de Integration Department te beginnen. Het is voor mij, vanaf dat ik 12 jaar was, eigenlijk wilde ik het al doen. Mijn oma die kocht altijd Disney films en die kocht Star Wars voor mij. En ik, het was gewoon mijn grootste passie. En dat heb ik altijd al gewild. En mijn oma en mijn moeder hebben me altijd gestimuleerd. En Digital Domain ook kende ik al sinds dat ik heel jong was. En ik kreeg het boek van Digital Domain, het doorheen bladeren. En eigenlijk op die manier ben ik terechtgekomen bij het Grafisch Museum in Utrecht. Waar ik grafisch ontwerpen ben gaan studeren. En toch willen visual effects doen met een film. En dan veel mensen die zeggen, dat lukt niet, kan niet, Hollywood is moeilijk, dit en dat. Uiteindelijk toch met mijn vriendin naar Amerika vertrokken. En zij doet dus special effects make-up, ik dus visual effects. 2 jaar lang gespaard en samen naar Amerika vertrokken. En uiteindelijk zijn we hier dan beland bij Digital Domain. Maar hoe kom je dan bij zo'n bedrijf terecht? Je spaart 2 jaar en je komt dan hier. Ja, en je hebt dan wel backup, maar je hebt dan nog geen werk. Dus dat moet je eens echt gaan vinden. Hoe kom je dan bij zo'n bedrijf terecht? Wat natuurlijk heel erg belangrijk is dat je een heel goed portfolio hebt. Zodat je kan laten zien dat je inderdaad creatief bent, maar ook je creatie kan omzetten in iets wat past bij een bepaald soort visie of film of wat dan ook. Dus op die manier denk ik dat ik heel hard ben gaan werken aan mijn portfolio, wat wij een showreel noemen. En uiteindelijk dat allemaal in elkaar hebben gezet en ben ik naar LA vertrokken samen met mijn vriendin. En op advies van de VES, want wat er gebeurde namelijk is dat ieder jaar heb je de VES Awards. En ik spaarde mijn geld ieder jaar om naar de VES Awards te gaan en gewoon daar te volunteeren, gewoon een vrijwilliger te zijn om mensen te ontmoeten. En op die manier heb ik George Lucas ontmoet, James Cameron, alle mensen van ILM, Industrial Light & Magic, wat zeg maar het bedrijf is in de wereld van visual effects. En gewoon luisteren naar wat die mensen te vertellen hebben, weet je wel. Gewoon luisteren naar hun advies. En op die manier zeiden ze altijd van ja, het gaat erom wie je kent, maar het gaat er ook om je portfolio. En op die manier heb ik dus mijn portfolio helemaal in elkaar gezet en gewoon naar LA vertrokken en gewoon geshot met mijn portfolio. Ik zeg van, maakt niet uit, ik wil werken, zolang ik maar aan een film kan werken, maakt het me niet uit. Laat me maar gratis werken, maar ik moet gewoon die ervaring hebben. En toen was er een bedrijf hier in LA, in Hollywood, genaamd LucaFX. Die zei van, nou kom maar. En toen was mijn eerste film eigenlijk waar ik aan werkte, was Pirates of the Caribbean 2, als een paint artist. Huh, nice. En je zegt dat je bijvoorbeeld meegewerkt aan zo'n The Mummy 3, maar wat is dan precies je taak? Wat doe je precies in zo'n film? Visual effects eigenlijk is eigenlijk, je maakt als een visual effects artist de dingen die een regisseur of een crew oftewel niet echt kan schieten op set, of het is wel te gevaarlijk of het is wel te duur. Dus bijvoorbeeld wij maken monsters en wij maken explosies of omgevingen die niet bestaan. En dat wordt allemaal dus in de digitaal gemixt met eigenlijk dingen die gefilmd worden. Je scherm ongeveer waar je op werkt is ongeveer zo groot en dan werk je dus zeg maar 4 maanden, 5 maanden aan, werk je daaraan. En je ziet het helemaal beginnen vanaf een shot dat er gewoon niet uitziet en gewoon nog helemaal in de pre-production stadium is. Tot en met helemaal op het einde waarbij het gewoon een heel mooi geïntegreerd shot is. En uiteindelijk krijg je dat miljoenen en miljoenen en miljoenen mensen over de hele wereld krijgen dat te zien. Dan hier werk ik er dan aan, zeg maar. En ik werk er zoveel maanden aan en dan ga ik toch naar Nederland en dan kom ik
terug. En dan zeg ik, maar we gaan naar de bioscoop, ik neem je mee naar Transformers, die gaan we kijken. En dan zit je dan daar in een Nederlandse bioscoop, met Nederlandse ondertiteling. En dan zit je gewoon naar je eigen film te kijken waar je dan zeg maar aan meegewerkt hebt. En dat is gewoon iets heel, heel aparts om mee te maken. En dan vooral ook omdat je dan uiteindelijk de aftiteling ziet met je naam. En ik vind, ja, dat is gewoon te gek. Dat is het allemaal waard, zeg maar. Na deze fantastische ontmoeting met Justin gaan Rick en Frank op zoek naar een nog goedkopere stack dan Leo Carrillo. Het budget begint nu toch aardig in te krimpen. Ik denk dat ze ongeveer een jaar of 19 zijn. Oh nee, er komt een dude aan. Oh nee. Op dit soort campings zijn alleen maar koppeltjes, dus je moet jezelf gewoon een gat in de ronde drinken en dan naar bed gaan. Ik denk dat dat het beste plan maar is. Volgende week in Making Hollywood. Rick en Frank weten een afspraak te versieren met Helmut Schleppi, een Nederlandse regisseur die veel succes heeft met een internetserie en een Amerikaanse langspeelfilm. En ook eindelijk een heuse meevaller. Het lijkt erop dat ze het doucheloze strand voorlopig achter hun kunnen laten. Dus een nieuwe manier van programma maken is dat je echt woont bij de mensen die je filmt. Ja, dat is belangrijk. Dat is echt reality, ja. Top.